Rutte, was de laatste maand is er veel over jou te doen geweest qua geruchten van je zou weggaan. We zitten ruim 24 uur voor de deadline van de transferwindow. Hoe staat het op dit moment voor? Is hoe het altijd ervoor stond, hè? Precies hetzelfde gewoon, dus het is gewoon rustig. Jij blijft gewoon Heraklid. Ja, dat kan als ik dat nu zeg en opeens komt er iets, ja, dat is apart, hè. Nee, maar tot nu is het gewoon nog rustig, ja. Heb je wel eens eerder meegemaakt dan op zo'n laatste dag dat het toch hectisch werd? Zelf heb ik nog niet meegemaakt, nee, nog niet. Goed, wij gaan er in ieder geval vanuit dat je gewoon in het Polmanstadion blijft spelen. Kijk eventjes naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Nee, zondag moet ik zeggen. Je speelt fantastisch tegen Ajax. Je speelt een hele goede wedstrijd tegen ADO Den Haag. Hoe kan het dan zo misgaan tegen Willem II? Ja, dat is. Dus ik denk dat het gewoon heel simpel een hele erge off day is. Ik denk dat we gewoon daarbij moeten houden dat het gewoon echt. Gewoon helemaal niet mee staat. Voetballen ging niet lekker en. Ik denk dat het gewoon echt een off day was. Was het een algehele off day van de heer Hakles? Ja, zo kan je het wel noemen, ja. Zeker. De agressiviteit, die ontbrak er in het begin. Ja, dat merkte we. Ze klapten de eerste 2 minuten al gelijk erop. Maar dat wisten we wel, maar daar moesten we ons tegen wapenen. Dat deden we niet. En naarmate de wedstrijd vorderde, ja, dan, na de eerste goal verzwakten we. En dan zag je dat ze wel goals meekregen. Wat wel jammer is in bepaalde fases. Dat je denkt van oké, je gaat nu gewoon weer erachter staan en dan krijg je hem weer tegen. Dus het was wel lastig, ja. Dat is een nieuwe trainer. Betekent dat je enorm met je donder krijgt als team? Ja, je krijgt van elke trainer, ook als die nieuw of is die oud, krijg je op je donder na zo'n 5-0 nederlaag. Dus ja. Stegeman die kon nog wel eens uitvallen, maar hoe zit het met deze trainer? Ja, die doet het ook op zijn manier gewoon. Ben je tevreden met de manier waarop hij het doet? Tot nu toe? Ja zeker. Ik voel me gewoon goed. Ik voetbal tot nu toe gewoon elke wedstrijd. En ik voel me wel gewoon goed erbij. En wat hij allemaal uitlegt, zijn visie, daar geloven wij in. Dus ja. Geeft een goed gevoel. Hoe kijk je naar de moeilijke wedstrijd komend weekend tegen AZ? Ja, in Saldo je altijd naar een wedstrijd kijkt en je weet dat het wat lastiger gaat worden dan normaal. Maar ja, als je die knop ook om kan zetten naar zo'n nederlaag, ja, dat moet je gewoon later, dat is gebeurd. Dan moet je gewoon frisse starten en je weet wat we kunnen als team, dat weten wij. En als je Ajax moeilijk kan maken, ja, dan zou je AZ ook moeilijk kunnen maken. En we spelen thuis, dus ja, dan moet iedereen erop klappen, vind ik. Ja, wat geweest is, daar heb je geen invloed meer op. Dat klopt, dat is mooi gezegd. Betekent dus dat we voor spektakel kunnen verwachten in het Polmanstadion zondagmiddag? Wat je kan verwachten is sowieso strijd. Maar dat we daarmee bij houden. Dat zal we doen, volle bak strijd en laten zien dat we voor elke meter willen vechten. Ik wens jou enorm veel succes in die wedstrijd. Dankjewel.